Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 september. Een tweedeling in Nederland vandaag. In het zuiden over het algemeen veel bewolking en in het noorden over het algemeen brede opklaring. En op deze satellietfoto kunnen we dat ook duidelijk zien. Ja, die tweedeling die blijft voorlopig zo, want die bewolking die kruipt maar heel langzaam naar het noorden toe. Neem niet weg dat in de loop van de avond en ook vannacht de bewolking geleidelijk aan wel overal de overhand gaat krijgen. En mogelijk valt er ook nog een spatje regen uit, maar die neerslag die stelt niet veel voor. Temperaturen zijn vanmiddag opgelopen naar een graad of 22. Vanavond is het zo'n 17 tot 18 graden bij matige wind uit zuidelijke richtingen. En die wind die zwakt vrij snel af en wordt dan overwegend zwak, zo rond windkracht 2. Vannacht daalt dan de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 12 tot 15 graden. Er zijn nog steeds veel wolkenvelden aanwezig, hier en daar ook wel een opklaring en plaatselijk kan nog steeds een spatje regen vallen. Morgen ziet het er niet heel verkeerd uit. Het is nog steeds vrij zacht. Met maxima die liggen tussen de 20 en de 23 graden. Mogelijk in Limburg zelfs nog een graadje hoger als de zon wat vaker doorbreekt. Er zijn dus wolkenvelden, de zon die laat zich af en toe zien en er kan ook lokaal een buitje vallen. Morgen is het wel de laatste zachte dag, want vanaf woensdag komt de temperatuur niet meer zo hoog. De maxima liggen dan over het algemeen tussen de 17 en de 19 graden. Woensdag valt het met name in de ochtend een bui. In de middag is het overwegend droog. En donderdag valt er ook slechts een enkele buik. Qua neerslaghoeveelheden valt het dan reuze mee. Maar vrijdag wordt het een natte dag met veel bewolking. En dan kan er hier en daar toch wel meer dan 10 mm water vallen. Wat dat betreft laat dit overzicht dat heel duidelijk zien dat vrijdag verreweg de natste dag is. Ook na vrijdag blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Maar de zon die breekt ook af en toe door. Qua temperatuur valt het misschien allemaal een beetje tegen, want het wordt nog steeds zo'n 17 tot 18 graden, en dat is iets te fris voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.